Wie krijgen dit allemaal? De voedselbank in Almelo, mede dankzij ondersteuning uit Wierden en vooral uit de gemeente Tubbergen, waar de broederlijke Club Lions Tubbergen heel veel heeft gedaan om daar ook boksen neer te zetten, zodat we veel meer punten hebben opgehaald dan vorig jaar. Het gaat om punten eigenlijk, hè? En die worden ingewisseld. Hoeveel pakken hebben u hier wel niet? 1226 als het goed is. Ik heb ze niet nageteld, maar het lijkt er aardig op. De koffie is dus voor de Voedselbank Almelo en de ervaring leert dat ze hier een goed jaar mee kunnen doen. Wij proberen dan nu voor de vierde keer om dat voor elkaar te krijgen. En dit is eigenlijk een hele mooie opbrengst, terwijl je zou zeggen van ja, als je het zoveel jaar achter elkaar doet, dan moeten die punten toch een keer op zijn. Ja, misschien wel, maar er zijn altijd weer nieuwe mensen die nog een kelder hebben waar wat in zit. En men spaart tegenwoordig, omdat men er rekening mee houdt, nu de punten al direct. Hè, zodat je na een jaar toch weer een aardig aantal puntjes verzameld hebt. Ja. Nou, heeft Lions nog meer acties? Natuurlijk, we hebben het hele jaar door. We hebben net een wijnactie gehad. Daar hebben we gedoneerd aan de boodschappenmand en aan, tegenwoordig heet dat Stichting Leendert Vriel. Het is voor begeleiding van terminale patiënten om de familie te ontlasten. Dus dat hebben we gedaan en dan hebben we op 23 juni, dus echt in de zomer, hebben we een zogenaamde cabrio toertocht. Dus dat is geen puzzelrit, maar is gewoon een route rijden en op plekken komen waarvan mensen uit Almelo zelf zegt, goh, daar zijn we nog nooit geweest. Uit de Zuidwest voor cabrio's en daar hopen we een minimaal 5.000-6.000 euro mee op te halen. Mede dankzij de sponsoren kunnen we dan zo'n bedrag bij elkaar krijgen. Voor de Special Heroes, dat is een landelijk werkende stichting, met als oogmerk kinderen met een beperking, zij het lichamelijk, zij het geestelijk, te laten integreren met gezonde kinderen, zeg maar. Om ze aan sportactiviteiten deel te laten nemen en aan culturele activiteiten.